Had je meteen na de eerste date het gevoel van ik zou het nog wel een keer uit willen, deze jongen? Nou, ik twijfel, want het is dat je zo bleef aandringen. Hey mensen! Ik ben net terug van vakantie. Welkom bij een nieuwe vlog trouwens. De batterij is opgeladen, we kunnen met Friese moet het najaar in. En geloof me, dat is nodig ook, want er moet echt heel veel gebeuren. TV-programma's, theatertour, albumpromotie. Daarover later meer. Ik bedacht me, ik ben even mijn laptop aan het opstaan. Wel bij terugkomst van vakantie van, hey, ik heb eigenlijk helemaal niks gefilmd. Dus ik kan jullie ook daarvan niks laten zien. Heel jammer, maar het is niet anders. Er zijn wel andere leuke dingen gebeurd voorafgaand in de vakantie. Die ga ik jullie straks tonen. Maar eerst had ik jullie gevraagd op Twitter en op Instagram om vragen in te sturen. Als je prangende, bizarre, rare vragen hebt, dan was dit echt het moment. En dat hebben jullie ook gedaan in grote getalen, waarvoor dank. En die ga ik eerst even doornemen met jullie. Om te beginnen. Vraag van Annemiek. We zien heel veel van jullie, zeker nu jullie ook vloggen. Zo kun je meteen ook de roddelbladen voor zijn of dingen rechtzetten. Net als met het akkefietje wat Simon had met de eerste wandeling met Kiki. Heb jij ook zulke vervelende ervaringen met de roddelpers? Niet echt. Is wel eens gebeurd dat ze voor de deur aan het posten waren. Bijvoorbeeld met Sinterklaas op de hoop om dan de foto's van ons en de kinderen te maken. Of na de geboorte of bij de bruiloft. Ik zit niet super op te wachten. Ik vind het ook niet heel prettig. Maar ik heb er ook nooit echt hele grote problemen mee ervaren. Oh, er is echt iemand die heeft heel veel vragen. Melody. Hoeveel koffie drink je per dag? Ik drink ongeveer 3 dubbele espressos per dag. Wat is jouw ochtendroutine? Nou, eigenlijk heb ik mezelf voorgenomen om met een soort van zonnegroet elke ochtend te beginnen. Dat lukt me ongeveer 2 keer per week. Vette discipline. Wat ik wel altijd doe is koud douchen, want dan begin je echt met een stoot energie en met een enorme kick adrenaline shot begin je dag. En dat wordt nu wel steeds moeilijker, nu de temperatuur aan het dalen is. Waar heb je echt een hekel aan? Jeetje, ik ben niet super haatdragend, maar mensen die 60 rijden waar je 80 mag, kan ik niet zo goed handelen. Koffie, koffie, kliniek. Thanks voor jullie reacties op Coffee Clinic en welkom bij een nieuwe. Deze week, Ruben. De espresso macchiato. Dat is anders dan de latte. Ja, we hebben de latte macchiato ook behandeld. Dat was dat glas, weet je wel, met die laagjes. Ja? En ertussenin, laag koffie, bovenin zag je een vlekje van de koffie. Mm-hmm. Nu is het andersom. Nu wordt het koffie met een vlekje melk. Hey. Dus. We hebben een espresso nodig. We maken gelijk even 2. Dit is een koffie uit Guatemala, maar dit is heel bijzonder. Dit is gewoon, waar denk je aan als je dit ruikt? Een beetje zoet, een beetje fruit. Ja. Die maak je zelf ook, die blends? Ja. Dit is dan een single origin, dus dat is één koffie uit één land, één streek. Maar je blendt ook koffies inderdaad. Oké, we hebben hier espresso inderdaad. Nou, we hebben gemalen. Hoppa. Koffie is aangestampt, de machine heb ik al doorgespoeld. Melk heb ik expres al even opgeschuimd, mm-hmm. Want ik wil dat die heel erg dik wordt. En hoe langer die staat, hoe dikker die wordt. Kijk maar, je ziet echt zo'n bobbel schuim zie je erop liggen. Mm-hmm. En bij deze koffie mag je een lepel gebruiken. Normaal gesproken nooit, cappuccino's en dergelijke, niet met een lepel. Maar met espresso macchiato mag het wel. Want er mag namelijk geen melk in de espresso komen, er mag alleen maar schuim in de espresso komen. Dus wat doe ik? Ik pak mijn lepeltje. En ik schraap eigenlijk een paar schepjes van het schuim in de espresso. En dat is hem al? Ja. Espresso macchiato? Ja, dat is hem. Dat is wel een hele sterke lekker, cappuccino. Ja, espresso, een beetje romig eigenlijk. Thanks voor het kijken naar Coffee Clinic.
Staat er nog een mooie ballad op jullie nieuwe cd? Nou, ons nieuwe album komt echt bijna uit. En er staan meerdere mooie ballads op. Dus hou het in de gaten. Het nieuwe album aangenaam. Any minute now. Patrice8983 vraagt, hoe bereid jij je lichamelijk voor op je naderende theatertour? Ga je bijvoorbeeld nog meer sporten of neem je extra zanglessen? Ja, dat is eigenlijk wel precies wat ik doe. Ik zorg dat ik goed in conditie ben. Ik zorg dat ik goed bij stem ben. Ik doe elke dag iets van een half uur zangoefeningen, stemoefeningen. Dat doe ik dan 3 kwartier per dag in plaats van een half uur. Want we gaan er bijna 60 doen, dus dan wordt er veel verlangd van je stem. Welk programma gebruik je om je video's te bewerken? Nou, dat doe ik niet zelf, dat doet Fast Forward voor me. En die doen dat in Premiere Pro, doen ze dat. Ik ga het nu een beetje kort houden. Ik ga naar de laatste vraag van Demi. Maar ik vond het best wel leuk, dus dat gaan we in de toekomst vaker doen. Demi vraagt, als je een nummer nu zou mogen herschrijven, welke wordt dat dan en waarom? Dan zou ik, ik denk dat het de 3e couplet is van het nummer Verloren, zou ik herschrijven. Dat is het met, ik had een tas gevonden, jij had een tas verloren. Het duurde 1 seconde en een liefde was geboren. Wat ik mooi aan vind, met terugwerkende kracht, is 2 keer het woord tas. Dus jij had, dan merk je ook maar dat je, al moet je 100.000 keer iets herschrijven, dat je dat maar beter kan doen. Want dat couplet moet ik nu wel heel vaak zingen. Heb ik al 1600 keer gezongen dus. En moet ik nog heel lang heel vaak zingen. Voor nu deze Q&A en dit gaan we in de toekomst veel vaker doen. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie die altijd stellen natuurlijk. Of het nou Instagram is of Twitter. Doe het ook vooral in de comments en dan... kom ik daarop terug. Leuk! Vandaag is een heugelijke dag. We zijn in Hotel Spaander in Volendam. Getuigen het mooie kunstwerk hier en ook aan de muur. En waarom zijn we hier, Kirsten? Omdat we vandaag precies 12 jaar samen zijn. We zaten dus op onze eerste date, wat wel leuk is, precies aan dit tafeltje. In het hoekje. Had je meteen na de eerste date het gevoel van ik zou het nog wel een keer uit willen in deze jongen? Nou, ik twijfelde, maar het is dat je zo bleef aandringen. Dus ik zeg: nou goed, wij gaan nog even door hier. Je weet wat deze avond nog brengt. Ik ga jullie nu bedanken voor het kijken. Dan ga ik jullie vragen om de Spotify playlist te volgen. En ons fantastische, onvolprezen, geweldige, machtig mooie YouTube kanaal. Om je daarop te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei! Hoeft er niet weg.